Welkom terug bij jullie nieuwe Lego Dimensions video. Vandaag gaan we niet met Batman spelen, maar wij gaan met Marty McFly spelen van Back to the Future. Yes, I would like to play the story, aka level. Maar oké, ik had Marty McFly een paar maanden geleden gekocht, tweedehands. Dus nu speel ik ermee. Ik wil eerst met Spider-Man Let's Play spelen, vooraleer dat ik weer Lego Dimensions begin te spelen. Dus laten we dan dit level spelen. En kijken wat wij allemaal gaan doen. Hey, dat is Albert Einstein daar. En Back to the Future is een van mijn favoriete films, dus ja. Als je dat nog niet wist. Plutonium theft? Vraagteken. Okay, dokie. Aha, dog food. Wat doet er? Zout, serieus? Einstein en peper. Oh, zout en peper, ja. Daar hebben we McFly himself. Oei. Hey, plutonium, daar. Doc? Hello, anybody home? Einstein? Here, boy. Ja. Seriously, where are you? Oh, well, I guess okay. I can kick back for a while. Alright, oh. Maybe you can finish off that amplifier the doc's been working on. Sure. Maar oké, hier hebben we dan. Marty McFly heeft zijn gitaar. Als je cirkel indrukt, kan hij dit doen. Yeah! En als je vierkantje indrukt, doet hij gewoon dit. Dus oké. Wow. Hoe is het? Oké. Okay. Yes. Oh. Dit maken. Yeah, and junk there is. Oh. Maken, boeien. Boom. Oké, laten we eens kijken. Oké, er is hier iets meer dat we kunnen kapot maken. Wat is dit? Kunnen we hierop? Oh, munten. Oké. Oké, is de kast kapot maken? Wat is dit? Aha, de hoverbird. Oké, laten we dit dan maar maken. Oké, ik heb de hoverbord gemaakt. De beeld is redelijk wel interessant, want je maakt eigenlijk een soort van boven een onderstuk voor de hoverbord op te zetten. Maar I mean, waarom zou je dat moeten nodig hebben als je gewoon een hoverbordstuk zou alleen nodig hebben? Want in IRL, dus in real life, is een hoverbord, ik denk, groter dan Marty McFly. Of ja, de beeld is groter dan Marty McFly. Dus I mean, oké, maar als ze gewoon de bord hadden gezet, zou het bord in de pack hadden geplaatst, zou het wel redelijk saai zijn geweest. Maar oké. Hey, we hebben nog een bord, dus hey, dat is zo ook een kleine rant over die bord. Hey, wat moeten we doen? Dit zo, voilà. Oh. Whoops, nope. Oh, parchment, lekker. Oké, over bord. Oké, bord, opnieuw. Oké. Yes. Alright. Dat ging goed. No, dan zit je in de weg. Whoa, pas op. Yes. Jee. Ding. Oké, jee. Yeah. Dit maken. En wat nu? Oké, boeien. En. Oh, oké. En. Jee. Yeah.
Oh, 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 oh. Oh well, anyway. Ahaha, de big speaker. Hoppa. Ik wil nu. Wow. Oef. Roblox sound effect. Oef. Au. Oh. Au. Au. Oh. It's the dog Emmett Brown. Ah ja, Twin Pines Mall, ja, ik zat daar net over na te denken. Deze morgen. Ik dacht van, joh, Twin Pines Mall. In de film ging Marty Tate reizen. En dan werd die mall, Twin Pines Mall, eigenlijk de Pine Mall. Dus, ja. Hoverboard, hoe kan dat? Hij is nog niet naar de toekomst geweest. Oh wel. Oh, hey, oké, DeLorean, laten we deze dan ook maar maken. Oké, boeia, de DeLorean is gemaakt. Ey, epic. Ik hou echt van die auto. I love this car, man. Maar joh, ik heb deze auto in real life gezien. Daarom is het wel epic. Very cool. Epic. Get out of town. Once that baby hits one of these. You'll hit 88 miles per hour and whoosh! Time travel? Is that simple? Time travel? Yes. I see this as an absolute win. Such as 1.21 gigawatts of electricity needed to power the flux capacitor. Okay, interessant. On November 5th, 1955, the day... November 5th, that is exact... Quick math, 15 dagen voor mijn verjaardag. Oké. Kutu. Dang. Wow. Oh, een bad en varken, alright. No. Oh. Ah. Okay. The DeLorean. Epic, let's time travel. Oh yeah. Yeah. This is where the fun begins. Mountain. Because of course we need mention, of course, yeah. Okay, what was that late? What? Oh well. Anyway. Oh, that was the banana throwing or so. Okay. Hey, that's some banana throwing. Nice. What is always a banana throwing? Can we do it? Okay then. Yeah, we're setting up a sort of parkeerplaats. Dus okay. C.G. Perry daar. Winkel. Interessant. Oh, oké. We kunnen daar iets maken. Ja. Yes, epic. Engine running, let's go. Oké. We houden. Oké, we gaan dat ding open doen. Switch. Oh. Maken. Oké. Okay.
Yo. Oh. Wow. Oké. Okay. Yes. Ik onderstel dat we dan... Wat moeten we doen? Oh, oh, oké, okay, die banaan. Alright. Hoe kan een banaan explosief zijn? Wauw. Well, I mean, alleen in Lego werelden kan dat. Oké, okay, hoppa. We fix this. And we go back in time. Well, here goes nothing. Yo. Ka-ka-ka-chu. Kapow. Zoals Lightning McQueen dat zou zeggen. Kapow. Of ka-chow. Is het ka-chow? Het is ka-chow, ja, ja. Oh, whoops. Nee, waarom? Ka-chow. 1955, yes. Oké. Okay. Laten we dit maar maken. En... Wat? Hoe oud zou de dock zijn dan? Redelijk oud, denk ik. Wel, niet echt ouder dat hij is in 1985. Want, I mean, ja, dan is hij ongeveer 20 jaar ouder. Allee, jonger. Maar in 1985 is hij ouder. Oké, okay. Tijd reizen. Oké, okay. Dus als hij daar bijvoorbeeld 70 is, is hij hier 50. Oké, okay, okay, dat kan eigenlijk wel nog. Oké, okay, dan is hij niet te oud. Maar oké, okay, hey. Dat is voor Gandalf, die magie en de Batman Switch Batarang dingen. Kan je... Oh, oops, ik kan niet targeten, maar dat is van boven daar. Oké. Okay. Laten we dit maken. En... Oké, okay, wop. Oh. Oops. Aan de kant, hoverbord. Wacht, kan ik met de hoverbord dat doen? Ik denk het wel. Oh, ja. Oh, tchik tchik. Pew, pew. We rijden op de dak. Ja, hier. Nu rijdt Martin zo een Twin Pine om. Zulke boom. En dan later in de toekomst. Had hij dan. Had hij soort van winkel dan gewoon de Pine Mall noemen. In plaats van Twin Pine. Dus hey. Little fun fact, I guess. Doc, it's me, Marty. Open up. About the strange lights and noises, then that was my neighbor. No, Doc, it's me, Marty. I'm from the future. Look, I can explain it. Yeah. Great Scott. I know, it's heavy duty, Doc. Heavy duty. Duty. No, don't tell me. You must never know too much about your own future. Speaking of which, we have to get you back to yours. Where are you gonna get 1.21 gigawatts of electricity in 1955? Blixen. Ja. Alright, let's go. Me and the boys preparing to go back in time. Go back to the future. I better do it. Okay. Alright, daar hebben we de dock. Er is ook nog een funpack in Lego Dimensions met de dock en zijn tijdreizende trein. Ja, de treinen kunnen ook tijdreizen, dat wist je niet. Dat nu wel. Oké, okay, hop. We put it in de dingen. Kunnen we nog niet daar. Hop. Oh, oké, okay, er is hier een bom gebroken of kapot. Oké, okay, we kunnen ook niet meer daar. Oké, okay. Rampjes. Ik kan ook. Wajo! Maken. Duwen. Oké. Kunnen we nou zo via die auto? Oh, wajo! Hoe is een auto een bounce pad? Oké.
interessant, I guess. Whoops. Boom. Oké. Maken. Duwen. Whoops. En boom. Moeten we naar daar? Oh, oké. Okay. Hoofdboord, we need your help. Wacht. Kunnen we niet eerst wachten? Sorry dat we boven zijn. Hop. Yes. Hoofdboord, we need your help. Voilà. Oké. Okay. Kunnen we... Oké. Okay. Lukt het even niet, maar oké. Okay. We zijn er nu op. Op het dak. Nee, kapot maken. Dat is goed. Boom. Maken. Oké. Okay. Boom. Maken. Oké. En... Yes. Booyah. Nearly there, Doc. Oké. Dat erin stoppen. Oh. Kabobanga. Yes. Flexen. Oké, dan gaan we naar die batterij. En die batterij gaat dan ook aan. En dan kunnen we terug naar het heden. Oké. Okay. DeLorean. Wacht, wacht, wacht. Wow, wow. Go back, yes. Cupids. Oké. Okay. DeLorean. Time travel. 88 miles per hour, baby. Hey daar. Het is een man. Open 24 hours. Coming soon. Oh. Aha, we zijn wij van een paar minuten geleden. He's not moving. Oh no, 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 God, no! Oh. You really saved my bacon. Nice. What happened to never knowing about your future? Well, I figured. What the heck? What the heck? Of course. Why not, right? Ik heb interfeer. That was heavy. Okie dokie. Back to the future. Epic. Level complete. Zit. Munten. Oké. Okay. Hoeveel hadden wij op de rally? 42. Oké. Okay. We hebben geprobeerd. Dat is Ik moet zeggen weer. Nee, dat is niet. Is dat Clara? Van de derde film? Ik denk niet, maar oké. Okay. Of is dat. I don't know. Oké. Okay. This is some heavy duty. Oké. Okay. Oh. We zijn nog steeds aan het vallen. Door de vortex. Oké. Okay. We zijn nog steeds aan het vallen. Wow. This is heavy. Oh. Daar. Cool. We zijn in de wereld van Back to the Future. Maar jongens en meisjes, hopelijk hebben we genoten van deze video. Geef een like, abonneer je beneden, klik op belletje zodat je nooit een video mist of vergeet. En dan zie ik jullie allemaal later een dikke vette. Ik geloof Back to the Future of zo. Padoom. Oké, see you later. Bye bye.